Ja, nou en nog. Hey, goedemorgen, hoe is het met jullie? Ja, goed. Goed, Kjeld en Sonja, hè? Ja. Ja. Hey, waarom ik nou eens een keer kom kijken hier zo, is... jullie zijn een viswinkel. Klopt. Maar ik zie de laatste tijd echt steeds meer andere dingen voorbij komen. Van een pizza weekaanbieding tot de schotels die jullie maken. Dat deed je met de kerstfeel. Ja. Maar vertel eens, wat maken jullie allemaal en hoe doen jullie dat? Meestal maakt Sonja in de keuken bij ons. Ik kom meestal met een vaag idee en Sonja die werkt dat feilloos uit. En hoe komt dat? Ben jij kok van oorsprong? Of, nee, helemaal gewoon een liefhebber? Gewoon een liefhebber. Ja? Ja. Dat vind ik ook gewoon leuk. Dus als hij wat roept, dan ga ik wat bedenken en dan... Ja, ja, maar ik bedoel bijvoorbeeld, de pizza is weer heel wat anders dan, laten we zeggen, een nasi schotel. Want dat zag ik ook voorbij komen. Ja, dat klopt. Ja, dus allemaal eten. Ja, dat is allemaal waar, ja. Maar het is niet speciaal op basis van vis of... Het is allemaal met vis. Ja. Oh, dat sowieso? Ja, het is allemaal met vis. Ja. Oké. Okay. Dus de pizza's die zijn gewoon allemaal met vis. Dus we hebben dan op het moment tonijn met ui. Oh, dat is lekker. Makreel met paprika. Zalm met spinazie. Zeevruchten met tomatenmozzarella. Ja, dat zijn nog heel veel verschillende smaken ook. Ja. Maar ik vind het grappig, want uiteindelijk, je bent en blijft een vishandel natuurlijk. Net zo je even haring schoon te maken, dat gaat ook gewoon door. Maar hoe verhoudt zich dat allemaal bij jullie? Is het, loopt het goed al die... Steeds harder. Ja. Ja, daar is echt vraag naar, hebben we wel gemerkt. Ja. Het is, ik stond hier altijd alleen. En sinds, 2 jaar tussen? Anderhalf. Anderhalf jaar is Sonja er. En die hebben ook de mogelijkheid om het te doen. Extra dingen te doen, ja want je hebt hier best wel vaak tussen de middag staan er best veel mensen te lunchen. Ja. Nou, je zei het net al, ik vroeg, wat is de hardlopen? Dat is en blijft de kibbeling. Ja, ja, absoluut. Dus komen mensen graag eten. Ja. En zeker nu de kibbeling, zelfs naar je van een vers kabeljauw, is die nog harder gaan lopen. Maar wat voor heen, dan kreeg je het gewoon aangeleverd ofzo? Ja, gewoon diepvries van Pollack, een soort koolvis. Ja. Ja, en nou nog eens even, en nu toch even zitten, altijd toch de verwarring nog van, ben je nou ook verbonden aan de kraam op de markt, of is dat... Ja, wel. Dat is één bedrijf, maar wel, ja... Het zijn twee gescheiden zaken, ja. Ja, ja. Want ik heb wel eens, als ik jullie op Instagram zie, dan doe ik altijd de winkel taggen, maar dan heb je hebt ook de handel, dus vishandel en viswinkel. Ja, klopt. Maar het is gewoon hetzelfde bedrijf. Ja hoor, hetzelfde bedrijf, hetzelfde eigenaar. Zijn er nog andere dingen die de mensen moeten weten? Ik kom het gewoon eens proberen, moet je zeggen. Ja, daarom. Kom het gewoon eens proberen. Ja. Ja. Ja, want het is ook best betaalbaar. Ik zag gisteren ook de pizza slices die... wat was het nou? 2,50 of... 2,75 en 2 voor 5 euro. Ja, nou, ja. Dat is... Dat is iets wat we proberen wel altijd wel om... prijstechnisch altijd een beetje laag te houden, maar de kwaliteit gewoon hoog. Ja, nou, dat is het mooiste wat er is. Dus dank jullie wel voor de toelichting en een fijne dag vandaag. Dank je.